En dat was het dan voor het reclameblok. Welkom terug. We zijn bij de finale van het Mario Tennis Aces toernooi. En we gaan een titanenmatch zien. Nee, inderdaad Tom. Het wordt zeker een strijd der titanen. Wij gaan zo meteen kijken naar de finale tussen de altijd griezelig goede Boel en de king, of moet ik eigenlijk zeggen, de kong van de tenniswereld, Donkey Kong. Ja, dat zijn toch inderdaad wel een beetje de toppers van dit toernooi geweest. Natuurlijk, ze staan nu ook in de finale. Maar we hebben gemerkt dat Donkey Kong een aardig sterke speler is. En ook wel in de meest literaire zin van het woord. Hij is een speler die daadwerkelijk de bal kapot door zijn tegenstanders heen slaat. En ik weet niet of Boo zich daartegen kan verweren. Hij is natuurlijk snel, maar kan hij die curveballen zo gooien dat Donkey Kong hem niet compleet het veld uitsmasht? Ja, we gaan het zo meteen zien in de finale, waar we eigenlijk een strijd gaan zien tussen kracht en snelheid. En daar is hij hoor, Boo op het veld. En dit is dan de finale. We spelen een best out of three. Dus de winnaar zal 2 matches moeten winnen. En we gaan het zien, we gaan meteen los. Salim, wat denk je ervan? We hebben hier nou meteen al een puntje gescoord. Waar zitten we aan te denken? Waar gaan we voor? Wie gaat er hier winnen? Ja, we zien inderdaad dat Boo eigenlijk nu in de eerste paar secondes van de wedstrijd al een doelpunt scoort. Ja, King Kong natuurlijk. Langhoudend kampioen. Ze noemen hem ook al de King. Oftewel de Kong van de tennis. En ja, we zien nu eigenlijk dat Boo wel eigenlijk een hele verrassende start maakt met nu al de 2 punten voorsprong op Donkey Kong. 3 as we speak. Dit gaat er ontzettend hard eraan toe voor Boo. Dit zijn wat simpele schoten. En dan denken we toch van hoe is Donkey Kong zo ver in deze wedstrijd gekomen? Als hij dit soort makkelijke schoten zomaar op zich laat pakken. En ook deze heeft hij weer niet. Het is 1 volledige game meteen voor Boo. Ongelooflijk. 1 volledige game voor de griezelige Boo. En ja, Donkey Kong die laat hier toch echt wel wat steken liggen. Maar goed. Ja, hij krabt ook even aan zijn gezicht. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar dit is een pijnlijke eerste match. Hij toont een klein beetje zelfs door gewoon niet meteen op te slaan. En hij pakt het momentum gewoon meteen weer terug. Ja, nee, inderdaad. Hij heeft natuurlijk ook een vele betere service met een vele hardere slag. Ik denk niet dat Boo hier tegenop kan wegen tegen dit soort fantastische slagen. En we zien daardoor ook dat Donkey Kong wat sneller zijn energiemeter opbouwt. De vraag is, wat gaat hij daar uiteindelijk mee doen? Ja, we zien hier Boo eigenlijk gewoon die zijn snelheid zeker gebruikt. Maar ook hier, oh, wat een ongelooflijk mooie redding van Boo. Oh, dit wordt een focusslag en hij slaat hem meteen erin. De eerste focusslag van de pot zit erin. Ja, we zien hier toch wel dat Boo hier zijn comeback probeert te maken tegen de altijd sterke Donkey Kong, maar dames en heren, vergeet ook niet dat onze glibberige, griezelige Boo met zijn snelheid en zijn teleportatiekrachten toch altijd nog een overhand kan hebben op de toch wat tragere Donkey Kong. Oh, hij gaat hier. Ton 1, ton 2, ton 3, daar gaat hij. Dat is helaas uit. Oh, helaas uit inderdaad voor Donkey Kong. Een harde slag, maar dan moet je wel ook daadwerkelijk een beetje mikken. En dat weten we nog niet helemaal zeker of Donkey Kong daadwerkelijk ook de brains heeft om hem goed te plaatsen. Want hij heeft de kracht zeker wel. Maar kan hij er iets mee? Kan hij daadwerkelijk Boo te slim af zijn? Ja, en dat is inderdaad denk ik ook wel gelijk meteen. Oh, en een punt voor Boo hier even tussendoor. Maar dat is denk ik ook wel gelijk even het moment van deze wedstrijd. Hè? Het is kracht versus brains eigenlijk. Waar Boo misschien wat kleiner is, is hij toch wat sneller, wat slimmer. En oh, we staan hier op een deuce. Dat is een prachtig schot van Donkey Kong. Ja, nee, met een deuce kan het natuurlijk lang doorgaan. En dat hebben we dit toernooi ook zeker wel gezien. Rallies die oneindig lang door blijven gaan. De vraag is of deze twee toch wel wat apartere gasten daadwerkelijk zo lang tegen elkaar op weten te wegen. Het lijkt er helaas niet op. Oeh, het voordeel aan Donkey Kong zijn kant. Boo die laat hier toch wat slagen liggen. We zijn op het gamepoint aangekomen. Het gamepoint en service voor Donkey Kong. De spanning is om te snijden in het stadion. Hij heeft zijn energiemeter ook al vol. Oh. En toch zien we die curveballen. Ja, heel mooi van Boo. Maar nu is de vraag, zal hij dit keer wel raak schieten? Of gaat die kracht weer helemaal mis? Geblokt! Oh, Boo blokt het schot gewoon prachtig mooi. En we zijn terug op de deuce. Donkey Kong had daar de wedstrijd kunnen eindigen. Kunnen gelijk trekken. Maar dat doet hij helaas niet. Hij tankt een beetje door de bal op te slaan, maar hem niet te gooien. De vraag is, kun je daarmee Boo te slim af zijn? Blijkbaar wel. Want hier werd Boo even gruwelijk hard in de hoek genomen. Donkey Kong laat Boo nu echt daadwerkelijk wel alle plekken van het veld zien. En dat is eigenlijk iets waar Boo toch een beetje onderpresteert voor de rest van dit toernooi. Hij was beter op zijn allocatie. Maar ook hier zien we het weer. De game is er. Het staat 1-1. Ongelooflijk. We zien nu weer de kracht van Donkey Kong zoals wij hem gewend zijn. Waar hij dat eigenlijk in het
eerste potje voornamelijk liet liggen, zien we hem nu terug. Service voor Boe. Een ongelooflijk mooie service. Er staat 1-0 voor Boe in deze mooie laatste wedstrijd van deze game. Ja, dit wordt een erg lastige... Het zijn aces hier. Dit is Boe's sterke punt. Zijn services zijn heel erg sterk voor de toch wel iets wat tragere Donkey Kong. Maar de vraag is, als Donkey Kong uiteindelijk weer aan service is, dan pakt hij die punten toch volledig terug. De vraag is of dat daadwerkelijk Boe ook nog wat punten op kan leveren. Nee, Boe spint hier gewoon compleet van de baan af. We hebben geen idee wat daar gebeurde. Misschien is er een dopingschandaal gaande, dat weten we nog niet. De spelers zijn getest voor zover we weten, maar ik weet niet of het allemaal volgens het comité ook gepasseerd is. Ja, we merken hier inderdaad dat Donkey Kong gewoon echt wat steken laat vallen bij de services van Boe. Hier blokt hij het dan wel weer mooi, maar oh, tegen het lichaam. En we zien hier de 30 punten naar Donkey Kong. Ja, dit is toch wel een zeer spannende wedstrijd. We zien eigenlijk dat allebei de spelers hun goede en slechte momenten hebben. En op sommige momenten lopen die gelijk op. Maar op andere momenten laat een van de spelers ook wel echt zoveel steken vallen. Dat het wel echt heel opvallend is. We zien hier weer een mooie rally tussen de twee. Zoals we die graag zien. Curveballen van Boe. Mooie curveballen van Boe ook daadwerkelijk. Ja, zeker. En toch laat Donkey Kong de hoeken daar goed zien. Boe heeft een goede service, maar vanaf daar moet hij je toch maar zien te redden met zijn snelheid. Tegen Donkey Kong, die natuurlijk een kracht heeft, dat slaat helemaal nergens meer op. En ook hier weer, Donkey Kong blijft zichzelf op zijn beste manier laten zien. Hij komt er ook gewoon niet aan toe, Boe, om daadwerkelijk een paar ballen te krijgen waar Donkey Kong niet staat. En dan zie je gewoon dat hij zijn energiemeter gewoon weer volledig heeft opgebouwd. En daar gaat hij er weer voor. Ja, daar gaat hij weer. Donkey Kong! De blokkades zijn erg sterk van Boe hier. Dit zagen we niet aankomen, dat deze rally die toch wel daadwerkelijk Donkey Kong's kant op leek te gaan, toch zo geblokkeerd werd en dan is het al snel weer klaar. Ja, eigenlijk wat we het hele toernooi al zien, Donkey Kong's ultra move is in principe gewoon onverslaanbaar door alle tegenstanders, behalve Boe door zijn snelheid en de deuce is weer terug hier gelijk bij Donkey Kong. Maar zijn ultra move van ton naar ton, als hij helemaal goed mikt, de kracht is zo ongelooflijk ongeëvenaard dat de meeste tegenstanders daarvoor moesten wijken. Maar we zien hier gewoon dat Boe tot 2 maal toe in deze rally het al gewoon geblokt heeft. En het voordeel is inmiddels naar Donkey Kong. En we zijn op het breakpoint aangekomen. En dan zitten we dan ook meteen weer op een deuce. Dit zou weer lang door kunnen gaan. En toch moeten we zeggen, Donkey Kong laat zich ook wel zien in het conditiewerk. Hij laat zich niet snel gaan, afgezien van een aantal toch wat lastigere services van Boe. Maar uiteindelijk, hij blijft zoveel rallies fatsoenlijk uitvechten. Hij blijft die moeilijke ballen ook pakken. En dat terwijl het toch wel een wat tragere speler is. Hij lijkt hier nu wel zijn momentum gevonden te hebben. Ja, we zien hier deuce nu terugkeren naar Donkey Kong. Naar eigenlijk een toch wel steekje wat Boe hier laat vallen. Donkey Kong probeert door middel van zijn kracht de snelheid van Boe zeker te slim af te zijn. Door veel links, veel rechts, verre ballen, dichtbij ballen. En ja, hier ook een poging tot een curve van Boe gewoon mislukt en het voordeel terug naar Donkey Kong. Ja, we zien dat Donkey Kong Boe ook daadwerkelijk veel naar achter werkt. Die sterke slagen, als je die terug wil pakken, ja, dan word je soms naar achter geduwd. En daar kan Donkey Kong absoluut veel gebruik van maken, wat we hier ook zien met een game 2-1. 2-1 voor Donkey Kong. Prachtig mooi hier, waar Boe het toch poogt, maar hier eigenlijk gewoon volledig naast spint. Wat een blunder. Wat een blunder. En Donkey Kong maakt daar mooi gebruik van. Hij krabbelt even aan zijn kin. Nu een stuk verzekerder dan de eerste game. Ja, we zien die zelfverzekerheid ook wel terugkomen in de services. Want we weten, als Donkey Kong eenmaal aan service is, dan krijgt Boe het al vanaf de eerste slag erg moeilijk. Eerst heeft hij natuurlijk de voorhand als hij de eigen service mag plaatsen met zijn mooie curveballen. Maar als Donkey Kong mag beginnen, dan is het al heel snel gedaan met die rally. Hij pakt hier ook weer de overhand en ja, we zien Boe hier ook naar achter gewerkt worden. En dat kan hij ook niet met zijn mooie teleportatiekrachten daadwerkelijk counteren. Zeker niet. We zien hier ook nu een 30-0 voorsprong voor Donkey Kong. Inderdaad, soms als je aangeeft, zodra hij aan de services kan, hij zijn ruwe kracht goed uitoefenen op Boe. En zelfs Boe, ook nu weer, is daar niet altijd snel genoeg voor. Donkey Kong hier nu op een gamepoint. Nu zien we ook dat Donkey Kong zijn energiemeter daadwerkelijk vol heeft. Boe zou erop terug kunnen komen. Met een kleine paar goede slagen heeft Boe ook zijn focus volledig vol. Maar de vraag is, wie zal het eerste zijn ult inzetten? Oh, we zien een focusslag gebruikt worden. En die wordt meteen gereturnd met een ultimate. Donkey Kong, dit gaat er zomaar. Hij blokt hem! Hij blokt hem! Wat een rally en wat een laf einde voor Donkey Kong hier. Wat slecht.
We zien hier Donkey Kong gewoon een perfecte focusslag terugcounteren met zijn ultra. Maar Boo is hem toch nog te slim af. Dan zitten we alweer op het matchpoint. Een perfecte service, mooie curveballen. Wie bouwt die energie als eerste? Daar gaat hij. Oeh, dit zou zomaar lastig kunnen worden. Boo heeft zijn ultimate meter vol, maar hij laat hem gaan! Oh, wat ongelofelijk slecht. We zien hier Donkey Kong die gewoon naar huis gaat met de winst. Boo die hier eigenlijk gewoon een volledige kans op ultra tot 2-3 slagen laat liggen. En dan is het toch uiteindelijk Donkey Kong die met een slechte start begon, die hier dan toch met de trofee naar huis gaat. We kijken nog even naar de hoogtepunten van deze rallies en deze fantastische laatste finale die uiteindelijk dus toch gewonnen is door Donkey Kong. Ja, zijn kracht, Boo kon er niet tegenop wegen. Maar dat houdt niet in dat we niet hier een prachtig stukje tenniswerk hebben gezien. Ja Tom, inderdaad. We zien hier een zekere titanenstrijd wat hier heeft plaatsgevonden. De kracht van Donkey Kong tegen de bijna grimmige, sluiperige Boo die toch met zijn snelheid Donkey Kong en andere tegenstanders vaak te slim is afgeweest. Maar helaas, de ruwe kracht van Donkey Kong breekt daar doorheen en hij gaat met de winst naar huis. Een erg jammerlijke verlies voor onze Boo, die definitief de underdog was. Hij heeft het ver geschopt, maar hier houdt het dan uiteindelijk op. Wij feliciteren Donkey Kong met een gewonnen toernooi. Ja, Tom, dankjewel. En dan nu terug naar de studio. Man, 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 wat een wedstrijd was dat. Ik ben inmiddels een beetje bekomen van de adrenaline, want godcoleren mag ik dat zeggen. Ja, dat mag ik zeggen. Het was me een wedstrijdje wel. Ik had eigenlijk niet verwacht dat Donkey Kong zo ontiegelijk hard kon slaan en dat die Boo zo alle hoeken van het veld liet zien. Wat een wedstrijd. Ja, inderdaad Tom. Het was prachtig om te zien hoe deze titanenstrijd tot deze climax was gekomen. Ja, bij deze willen we iedereen eigenlijk ook doorvermelden naar gamersnet.nl, waar je eigenlijk een reportage kan zien hoe het ging met de spelers, hoe het ging met het veld en hoe het nou eigenlijk toch is gekomen dat, ja, hè, Donkey Kong de mentale edge had op Boo. En mocht je nou meer willen weten over dat prachtige tennisspelletje, dan kun je natuurlijk altijd doorklikken op gamersnet.nl naar de review, de videoreview, gameplaycommentaar, meer beelden, het laatste nieuws van alles wat. Mijn naam was Tom Kouwenberg. Mijn naam was Salim Haring en dit was live reportage van de finale van het Gamersnet Mario Tennis Aces toernooi. Tot snel!